Goedenavond. Wij gaan weer verder met de geschiedenis van Abraham. We hebben het verhaal van Lot in tweeën moeten knippen. Dat ging zo bij de indeling. Dus we vallen er eigenlijk middenin. En zoals ik gewend ben in deze serie lezen we de eerste verzen van het gedeelte dat we vanavond met elkaar behandelen. En het laatste gedeelte. Dus ik begin te lezen in Genesis 19 vers 24. Lot is gevlucht met zijn gezin. En dan staat er in 19 vers 24, toen liet de Heer zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen. Van de Heer, uit de hemel. En hij keerde die steden om en ook de hele streek met al de inwoners van de steden en het gewas van de aardbodem. Maar zijn vrouw die achter hem liep, keek om en werd een zoutpilaar. Toen Abraham zich vroeg in de morgen begaf naar de plaats waar hij voor de Heer gestaan had en uitzag in de richting van Sodom en Gomorra en het hele land van de streek, zag hij en kijk, de rook van de aarde steeg op als de rook van een smeltoven. Toen God de steden van de streek verwoestte, gedacht God Abraham. En hij leidde Lot uit het midden van de omkering toen hij de steden waarin Lot gewoond had omkeerde. En dan het laatste gedeelte van hoofdstuk 21. Vers 28. Maar Abraham zette 7 lammeren van de schapen afzonderlijk. Toen zei Abimelech tegen Abraham, wat betekenen die 7 lammeren hier die u afzonderlijk gezet hebt? En hij zei, voorzeker moet u die 7 lammeren uit mijn hand aannemen, opdat het mij tot een getuigenis mogen zijn dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemt men die plaats Beersheba, want die beiden hebben daar gezworen. Toen zij te Beersheba het verbond gesloten hadden, gingen Abimelech en zijn legeroverste Pichol heen en keerden naar het land van de Filistijnen terug. En Abraham plaatste te Beersheba een tamarisk en riep daar de naam van de Heere, de eeuwige God, aan. En Abraham vertoefde vele dagen als vreemdeling in het land van de Filistijnen. Tot zover lezen we. Ik zei u al, we zijn midden in het verhaal. En dit is het moment dat het oordeel over Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim voltrokken gaat worden. En let eens op die merkwaardige bewoordingen. De Heere liet zwavel en vuur regenen van de Heere. Dat is een hele unieke omschrijving. Vind je eigenlijk niet zo gauw ergens anders in de Bijbel. De Heere liet vuur neerdalen van de Heere. Het is misschien een tikkeltje riskant om daar nou het Nieuwe Testament in te lezen. Maar zo'n zinsnede wordt wel meteen duidelijk als je bedenkt dat in de drie eenheid alle dingen uitgaan van de Vader, uitgevoerd worden door de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Dat is de mooiste en helderste omschrijving die ik ooit gehoord heb. Dit vuur ging uit van de Heere. Dan kun je denken aan de Vader, dan kun je denken aan de drie-enige God. Maar het is door de Heere dat het gebeurd is. En dan kun je hier in het bijzonder denken aan God de Zoon. Ik zei al, ik moet een beetje voorzichtig zijn. Maar het blijft een merkwaardige uitdrukking. Het vuur werd door de Heere van de Heere omlaag gezonden. Het zou leuk zijn als ik nou een schoolklas voor me heb om u eens te vragen, hoe vaak daalt het vuur uit de hemel neer in het Oude Testament? 8 keer. 4 keer ten goede en 4 keer ten kwade. Ten kwade, daarmee bedoel ik als oordeel. Dat is bijvoorbeeld, ik heb het hier keurig opgeschreven, hier bij Sodom. Later bij Adam, Nadab en Abihu, de zonen van Aaron. Het oordeel over Korach en zijn metgezellen. En ook de mannen die Elia gevangen willen nemen, die komen ook om door vuur. Maar positief, het vuur dat neerdaalt als de tabernakel wordt ingewijd. Het vuur dat neerdaalt op de dorsvloer van Ornan of Arauna, waar later de tempel gebouwd zal worden. En als die tempel klaar is, daalt het vuur weer uit de hemel neer. En het daalt neer op het offer van Elia. Nou, ik zeg het even heel snel.
Maar het is heel boeiend om dat te bezien. Als het vuur neerdaalt, hoeft dat niet altijd ten kwade te zijn. En ook niet altijd ten goede te zijn. Dat hangt er maar vanaf wat de situatie is. Lot wordt gered. Maar ik denk aan 1 Korinthe 3, waar we lezen van gelovigen die wel behouden worden, maar zo als door vuur heen. Die zien als het ware alles wat ze in hun leven opgebouwd hebben in het vuur verdwijnen. En dat wat waarde heeft voor de Heer, dat blijft bestaan, zoals in dat oude lied. Maar wat van waarde is, zal eeuwig bestaan, iets in die geest. En dat is merkwaardig. Lot heeft geweldige wereld opgebouwd voor zichzelf. Hij heeft misschien wel heel optimistisch gedacht dat hij door in de gemeenteraad van Sodom te zitten kon bijdragen aan de verbetering van de wereld. Maar alles wat hij opgebouwd heeft is verloren gegaan. Zelfs zijn vrouw moet hij achterlaten, want die kan het niet nalaten om te kijken. Zo zat haar hart vast aan Sodom. Zijn dochters zijn dan wel mee bevrijd, maar daar zullen we nog genoeg nadigheid van horen. Lot wordt gered op het nippertje. Wat een verschil tussen die twee. Ik heb dat de vorige keer over gehad. Abraham, wat een groot man is dat. Hij staat hier op diezelfde uitkijkplaats toe te kijken hoe dat oordeel over Sodom en Gomorra voltrokken wordt. De plaats waar hij voorbeden had gedaan in hoofdstuk 18, dat is ook de plaats waar hij nu ziet dat die voorbeden uiteindelijk niets heeft uitgewerkt. Want er waren zelfs geen 10 rechtvaardigen in Sodom, zodat de Heer, om zo te zeggen, dat oordeel wel over Sodom moest laten komen. De plaats van de voorbeden was ook de plaats van het gadeslaan. Wat ook heel bijzonder is, dat is in vers 29. Hij leidde, God gedacht Abraham. En hij leidde Lot uit het midden der omkering. Er staat niet hij gedacht Lot. Hoewel we gezien hebben dat Lot een rechtvaardige ziel had. Maar het was toch eigenlijk zo slecht met hem gegaan, dat als hij hier toch bevrijd wordt van het oordeel, dat is om Abraham, maar niet om hemzelf. Dat is wel triest. Hij is in de eerste plaats, Abraham, dus nog steeds de centrale figuur in heel deze geschiedenis. Het draait nog steeds om hem, dat zie je hier ook. God heeft hem op het oog, hij kijkt naar Abraham en daarom spaart hij zijn neef. We hebben ooit al gehoord in hoofdstuk 14 dat Abraham uitgetrokken is met 318 man om met het zwaard Lot te bevrijden uit de handen van die vijandige koningen. En hier had hij hem door voorbeden willen bevrijden. En dat is gelukt, maar dan alleen voor Lot zelf. Al het andere moet hij kwijtraken. En zo komt hij dan aan in de bergen. Had hij zelf eerder gevraagd, u weet het, dat hij niet zo ver hoefde te gaan. Maar uiteindelijk komt hij niet alleen maar in Zoar terecht, maar toch ook in het gebergte waar hij eerst niet helemaal naartoe had willen gaan. En we lezen in de komende 3 zeer trieste verzen die echt in het dieptepunt horen van het hele verhaal van Abraham, het merkwaardige verhaal van zijn dochters. Die eenzaam zijn, die niet zomaar uitkijken naar mannen van het land waarmee ze zouden kunnen trouwen. In de bergen was dat misschien wel moeilijk, ze waren ook echt eenzaam. En toch wilden ook zij kinderen. En door een truc, zou je kunnen zeggen, hebben ze hun eigen vader tot vader van die kinderen gemaakt. Voor Israël is dit verhaal natuurlijk heel belangrijk. Waar komen die volkeren rondom vandaan? Nou, Egypte, dat is al een hele oude geschiedenis. Daar waren ze een paar honderd jaar slaven geweest. Maar Moab, Ammon, dat ligt zo dichtbij. Waar komen die mensen vandaan? De hoofdstad Amman van Jordanië herinnert nog steeds aan die Ammonieten. En die stammen af, zoals je hier ziet, van Ben-Ammi. Zoon van mijn volk. Eigenlijk is dat hier zoon van de vader, dat is Lot. En Moab, dat betekent uit mijn vader. Die dochters hebben ook niet erg diep nagedacht over mooie, fraaie namen zoals ze vandaag in de dag gebeurt. Ze hebben gewoon in hun taal uitgedrukt dat ze allebei van de vader kwamen. Ze hebben daar niet geheimzinnig over gedaan. Het zijn dus broedervolken. Ik weet niet hoe u dat in uw leven ervaren hebt. Ik heb eigenlijk het meeste last gehad, niet van de heidenen, maar van medechristenen.
Ruzie, oneenigheid, narigheid onder gelovigen, kritiek die we op elkaar hebben, hebben we altijd meer pijn gedaan en meer last bezorgd. En misschien geldt dat ook voor mij naar die anderen toe, dan de mensen in de boze buitenwereld. En zo is het hier ook met deze Moabieten en die Ammonieten. Het zijn je eigen broeders, het zijn neven of hoe je het ook uitdrukken wil. Lot was een neef van Abraham. Hij moest oom zeggen tegen Abraham. En de kinderen van deze Lot, dat zijn dus de neven van Israël, van Isaac en dus ook van de verdere nakomelingen van Isaac. Het is zo dichtbij. Als later Israël, als het land naderen in Jozua of in Deuteronomium al, aan het einde daar in de buurt komen, dan komen ze niet verder dan de velden van Moab. Dan is de woestijnreis eigenlijk voorbij. Dan zijn ze heel dichtbij. En u weet uit het verhaal hoe Moab en Ammon hun het leven zwaar hebben gemaakt omdat zij niet wilden doorlaten. Daar zou u op zichzelf al een hele lezing over kunnen houden. Ook hoe dat in de toekomst een betekenis krijgt. Het is heel merkwaardig dat wij in een tijd leven dat niet alleen Israël hersteld is. Er is een staat Israël, maar dat ook die landen daaromheen een plek hebben gekregen. En Moab en Ammon samen vind je terug in dat land Jordanië. En ook een gedeelte van Edom. Als je ooit, zoals ik zelf gedaan heb, van zuid naar noord door Jordanië rijdt, dan rij je eerst door het land van de Edomieten. Wat veel verder uitgestrekt was hoor. En dan door het land van de Moabieten en dan door het land van de Ammonieten bij Ammon. Amman, de hoofdstad. Broederen volgen. Van je broeders moet je het maar hebben. Als Lot dan moet terugkijken op zijn leven, wat heeft hij dan voor elkaar gekregen? Er zit een grondbeginsel achter dat voor ons allemaal geldt. Als je in de wereld leeft, dan zaai je daarmee je eigen moeilijkheden. Hoeveel moeilijkheden hadden christenen zich kunnen besparen als ze minder deel hadden uitgemaakt van de boze buitenwereld. Je moet met dat woord wereld wel oppassen. De wereld kan ook gewoon betekenen de samenleving, de maatschappij waar we allemaal deel van uitmaken. Het is me goed ook. We zijn blij met ons Nederlands paspoort. En we zijn blij met alles wat de Nederlandse staat ons te bieden heeft. En we doen graag wat terug. Ik heb het niet over de maatschappij, ik heb het niet over de samenleving. Daar maken we allemaal deel van uit. Maar de wereld kun je simpelweg definiëren als de plaats waar zonde en de duivel het voor het zeggen hebben. Dat is de wereld. Ik hoorde, maar dat is vast ook al 50 jaar geleden, van iemand die had een televisietoestel besteld. Namelijk met heel veel innerlijke strijd natuurlijk. Maar dat was toch wel het meest werelds wat je deed. En toen de doos aankwam, stond er op die doos de wereld in huis. En die man schrok zo verschrikkelijk dat hij de doos meteen weer meegegeven heeft. Maar dat is dus wereld in de eerste betekenis. Die er op die doos geschreven hebben bedoelde echt niet de wereld als het systeem van zonde en duivel. Dus daar moet je mee uitkijken. Maar het is ook heel duidelijk in 1 Johannes 2 wat de grondbeginselen van de wereld zijn. De wereld ligt in het boze. En dan gaat het over dat bestel van zonde en Satan waar een christen zich verder van te houden heeft. Maar dat valt niet mee. We gooien soms alles op één hoop en dan worden we dus mensen die helemaal in de isolatie terechtkomen. Of we gaan helemaal meedoen met alles wat er in deze wereld is, ook als het gaat om zonde en Satan. Maar die twee moet je goed uit elkaar houden. De zonde en de Satan moet je mijden. Met de wereld als samenleving, die kunnen we niet mijden, daar maken we voluit deel van. En zo is het ook goed. Nou, in hoofdstuk 20... komt Abraham terecht in Gerar. Hij gaat naar het zuiden. Dat is altijd een beetje riskant. Hè? De eerste keer dat hij in het zuiden ging, dat was al in hoofdstuk 12. En toen ging hij maar meteen door, kwam in Egypte terecht met alle nadigheid van dien. Daar heeft hij Hagar aan overgehouden. Het is een beetje een grensgebied. Je denkt dan, wat doe je daar? En als hij daar één keer komt, het is niet het meest interessante verhaal uit het leven van Abraham. Maar geestelijk gesproken zat er nog steeds iets scheef in hem. En dat was dat hij nog steeds niets op orde op zaak had gesteld als het ging om de verhouding tot zijn vrouw.
We weten eerder in het verhaal, dat was al toen hij in Egypte aankwam, dat hij erover loog. En later zie je bij Isaac ten opzichte van Rebekka hetzelfde. Ze is maar mijn zuster, ze is niet mijn vrouw. Want als ze mijn vrouw zou zijn, dan zouden jullie mij misschien kunnen doden. En als hij dieper nagedacht had, had hij kunnen beseffen dat als het niet zijn vrouw is, het des te makkelijker is om haar weg te nemen van hem. En nu moet hij toch echt gaan vertellen hoe het nou echt zit tussen Sara en hem. Want denk erom, ik weet niet exact of het op dit moment was, maar Sara staat op het punt dat kind te krijgen. Ze is zwanger van Isaac. In het volgende hoofdstuk zal hij geboren worden. Niet alleen zijn vrouw is in het geding, ook de erfgenaam is in het geding. Mag hij liegen over de oorsprong van de erfgenaam? Is het zomaar zijn zuster? En wie is dan de vader? En dat wordt dan, zo gauw hij daar aankomt en zo gauw zijn vrouw van hem afgenomen wordt, dan komt God tot Abimelech. En die zegt, God spreekt niet alleen maar tot zijn getrouwen. Hij kan ook mensen zomaar uit de wereld aanspreken. En dan zegt hij in vers 3, zie, u bent een kind des doods, omdat u die vrouw genomen hebt, want ze is getrouwd. Abimelech schrikt zich na. Hij was nog niet tot haar genaderd, had nog geen gemeenschap met haar gehad. En dan zegt hij, Heer, zult u dan een rechtvaardig volk doden? Nou, wij kijken daar natuurlijk heel streng naar. Ze zeggen, er zijn helemaal geen rechtvaardige volkeren. Ja, maar zo moet je dat niet bekijken. Abimelech zegt daarmee, wij weten van de prins geen kwaad, wij hebben niets verkeerds gedaan. Even tussen twee haakjes. Alle zusters van 90 in deze zaal wil ik nou niet vandaag ontrieven. Maar met 90 heb je wel je meeste schoonheid, zo langzamerhand toch wel verloren. Het is eigenlijk wel zonderling dat Abimelech een 90-jarige vrouw bij zich in huis haalt, omdat hij zo gek op haar is. De rabbijnen hadden daar een mooie verklaring voor. Die zeiden, God heeft ervoor gezorgd dat ze altijd haar jeugdige schoonheid heeft behouden. Nou, dat zouden wij mannen allemaal misschien wel willen, maar we moeten dat toch maar accepteren, dat niet alleen wij ouder worden, maar ook onze vrouwen. Maar het zou een mooie verklaring zijn. Want het is natuurlijk wel heel merkwaardig dat ze überhaupt nog aantrekkelijk is voor deze Abimelech. En dan staat er dit. Abimelech rechtvaardigt zich. Hij heeft zelf gezegd, dat is mijn zuster. Dus ik heb in onschuld van mijn hart heb ik dit gedaan. En dan zegt God tegen hem, in vers 6, hij valt Abraham niet af. Hij valt ook Abimelech niet af. Ik weet dat je dat in onschuld van je hart gedaan hebt. Ik heb jou dan ook van weerhouden tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. En breng hem bij de man terug. En dan staat er iets heel moois. Je moet niet over je eigen mensen gaan zitten schelden tegenover wildvreemden. God heeft Abraham hoog. En we lezen hier voor de eerste en laatste keer in de Bijbel dat Abraham een profeet was. In vers 7. Breng de vrouw van deze man terug, want hij is een profeet. Nou hebben wij de neiging om bij een profeet meteen te denken aan iemand die de toekomst voorspelt, maar dat is maar heel gedeeltelijk de taak van een profeet. Een profeet spreekt de woorden Gods. Dat is verschil tussen een bijbellezing en een zondagse preek. Zondags moet je profeteren, door de week hoef je alleen maar uit te leggen wat er staat. Het kan wel eens een klein beetje door elkaar gaan lopen, maar daarom is zondagse preek houden ook veel moeilijker. Want dan moet je echt het idee hebben, dit is wat de Heere God wil dat ik tegen de gemeente zal zeggen. Je raakt ze veel meer in hun verantwoordelijkheid en in geweten. Dat gaat veel verder. Dat is profeteren. En dat geeft ook al meteen aan, want de voorganger staat daar niet de toekomst te verkondigen. Dat geeft ook al meteen aan wat die diepere zin is. Profeten, het komt van een Grieks woord. Het Hebreeuws is heel wat anders, maar het komt van een Grieks woord. Dat betekent spreken vanuit de tegenwoordigheid van God. Of van de goden. Deze man, zegt God tegen Abimelech, hij heeft een fout gemaakt, hij heeft gezegd het is zijn zuster, dat klopt niet, maar hij is wel mijn man. Hij is een profeet, hij spreekt namens mij. En dat betekent, Abimelech, dat als jij wil dat het weer in orde komt, dan zul je toch in elk geval deze man voor jou moeten laten bidden. Dat vind ik zo bijzonder. God had ook kunnen zeggen, ja, die Abraham heeft een paar grote fouten gemaakt en ik zal apart met hem afrekenen, maak je daar nog maar geen zorgen over, als jij nou maar dit en als jij nou maar dat. Nee,
Hij zegt, dit is de man Gods op aarde. De mannen Gods op aarde maken ook fouten. Er is geen man Gods, wiens verhaal uitvoeriger verteld wordt in de hele Bijbel, die niet ook geweldige blunders maakt. Dat hebben we Abraham ook al gezien. En hier was het weer zo. Maar het is wel Gods man. En Gods man betekent dat God ook tegen Abimelech zegt, luister, voor jouw herstel ben je van deze man afhankelijk. Laat hij voor jou bidden, zoals Abraham dat voor Lot gedaan had. Opdat je in leven blijft. Maar als je haar niet terugbrengt, weet, dan kost het je je leven. Nou, dat doet hij. Hij brengt al die mannen bij elkaar en dan zegt Abimelech tegen Abraham, wat heb je ons aangedaan? Hij gaat geen zoete broodjes bakken, hè, ondanks wat God tegen hem gezegd heeft. Hij werpt hem wel voor de voeten wat hij verkeerd heeft gedaan. Waarin heb ik tegen jou gezonden dat jij over mij en mijn koninkrijk een grove zonde hebt gebracht? Je hebt tegenover mij dingen gedaan die niet gedaan mochten worden. Had hij gelijk of niet? Tuurlijk had hij gelijk. Schoon gelijk. Het probleem met ons is, als het over mannen Gods gaat, twee dingen. En we zien dat elk ogenblik. We zetten hem of op een geweldig voetstuk, alsof mannen Gods nooit fouten maken. Alsof zij het weten, ze hebben zo'n rechtstreekse verbinding met de hemel, zij weten het en zij alleen. Daar kan geen enkele man Gods tegen. Daarom vallen ze bij bosjes. We hebben nou weer over de Australische voorganger, hele verhalen in de krant en in de berichtgeving. Het is elke keer wat, want macht bederft. Ook als je te veel macht krijgt binnen de kerk, binnen de gemeente. Macht bederft. En dat zie je bij Abraham. Laat ik zo zeggen, dat is dus de ene grote gevaar dat je ze te veel op een voetstuk plaatst. Het andere gevaar is, ik zou bijna zeggen, je kunt het aan de kerkgenootschappen zien. In sommige kerkgenootschappen moet de dominee vooral zo gewoon mogelijk gekleed gaan, net als de rest van de gemeente, want hij is maar gewoon één van hen. In andere gemeenten valt hij onmiddellijk op door zijn kleren. Ik had een goede collega. Die zag ik altijd gewoon in zijn klofje als met de studenten bezig was. Totdat ik hem zag in zijn eigen dorpje. En daar was hij de dominee. En hij liep gewoon op een school door de weekse ochtend in het zwart rond in het dorp. Ik zei, wat doe jij nou toch met deze kleren, joh? Ja, hij zei, ik ben hier de dominee. Ja, groot verschil. Je steekt ze over de lucht. Of je zegt, nou, ze zijn net gewoon als wij. Het is heel erg moeilijk om daartussen een goede weg te gaan. Abimelech is niet van onder de indruk. Hij mag dan een profeet zijn, maar Abraham heeft wel een fout gemaakt. En een grote fout ook, want die fout heeft ertoe geleid dat Abimelech bijna zich verzondigd had aan deze vrouw. Hij accepteert hem. God zelf heeft gezegd, dit is een profeet en je bent van zijn voorbeden afhankelijk. En tegelijkertijd krijgt hij op zijn kop van Abimelech, en dat is volkomen terecht. Toen zei Abraham, ik dacht, wellicht is er geen vreze gods in deze plaats. Ze zullen mij doden om mijn vrouw. Dit is natuurlijk niet Abraham op zijn sterkste. Hè? Dit is geen geestelijk taalgebruik. Als hij ervoor gebeden had, dan had hij in eerste plaats misschien helemaal niet in deze plaats aangekomen. Dan was hij beter gebleven tussen Bethel en Ai, waar hij eerst geweest was. En nadat hij de tweede gebeden, Heer, is hij genoeg vrezen gods om duidelijk te maken dat ik gewoon over haar kan spreken als mijn vrouw. Dat is niet sterk. Dit is niet Abraham op zijn sterk. Daar moet het in orde gemaakt worden. Want de zoon van de belofte gaat geboren worden. Dan moet eerst rechtgezet worden wat er nog krom is. En wat er krom is, is dat hij nog nooit openlijk heeft uitgesproken, dit is mijn vrouw. En daarmee zegt hij ook, dit is de vrouw van de erfgenaam, dit is de vrouw van het volk God, dit is de voormoeder van Gods volk voor alle tijden. Sara moet gerehabiliteerd worden. Bovendien is zij werkelijk mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder en zij is mij tot vrouw geworden. Nou, is geen ideale zaak om met je halfzuster te trouwen. En later in de wet is dit ook verboden. Maar in de begintijd lag die dingen anders, toen was die Torah ook nog niet uitgevaardigd. En dus ze was zijn halfzuster, dus hij had een halve waarheid verteld. Toen God mij uit mijn vaders huis liet omzwerven, zegt vers 13. Omzwerven, is dat ook een geestelijke manier om te schrijven over wat je van plan was? God zei toch niet, ga lekker omzwerven? God zei, ga naar het beloofde land dat ik je zal schenken aan jou en je nakomelingen.
Dit is niet Abraham op zijn sterkst. Toen zei hij tegen zijn vrouw, dit zal de liefdedienst zijn die je mij moet bewijzen. Zeg van mij op elke plaats waar we komen, hij is mijn broer. Halve waarheid is erger dan een hele leugen soms. In vers 14 overlaat Abimelech Abraham het geschenk. Dat is ook zoiets moois. In hoofdstuk 14 vind je Abraham op zijn sterkst. Als hij gestreden heeft met die 318 man van hem tegen die koningen en de overwinning heeft behaald. En de koning van Sodom hem wel overladen met geschenken, met cadeaus, met 10% van de hele... Zegt hij, dat is niet nodig. Geef dat maar aan mijn vrienden, is niet. Hier kan hij de geschenken niet weigeren. Dat hoort bij de zwakheid. Hij moet ze wel aannemen. Abimelech wil af van die vloek die over zijn volk gekomen is door de leugens van Abraham. En Abraham moet die geschenken aannemen, zoals hij ook Hagar moest aannemen in Egypte. Dus niet sterk als een gelovige in een situatie komt waar hij cadeautjes moet aannemen, doordat hij zelf die ander in een situatie heeft gebracht waarbij ze zich verplicht voelen jou te belonen voor iets waar je juist schuld draagt. Maar goed, gelukkig, dit hoofdstuk helpt ons om zo ver te komen dat we weten, maar het komt goed. Dit is niet om Abraham met schuld en met verwijt te overladen, maar te laten zien hoe God dit alles gebruikt om hem op zijn plek te krijgen. En dat Sara wordt gezegd, nou eerst plaats in vers 15, zie mijn land staat voor u open, vestig u waar het u goedunkt. En tegen Sara zei hij, zie ik geef aan uw broer 1000 zilverstukken, zie dan zal voor u de ogen bedekken van alle die bij u zijn. De ogen bedekken, zilver. In de Bijbel is het middel tot de verzoening bijna altijd bloed. Maar later in het boek Numeri zie je ook dat goud en zilver soms daarvoor gebruikt kunnen worden. Goud en zilver als een prijs die voor de verzoening wordt betaald. Al die pilaren in de tabernakel die stonden allemaal op die voetstukken van zilver. Alsof de hele grondslag van de tabernakel daarmee als het ware gevestigd was op de verzoening. Als je dat zo zou mogen zeggen. Dat is een goede zaak. Toen bad Abraham tot God en God genas Abimelech en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden. En de Heer had namelijk, en dat is lezen merkwaardig, dat lezen we nu pas. Je zou het eerder aan het begin van het verhaal verwacht hebben. De Heer had namelijk elke moederschoot in Abimelechs huis toegesloten vanwege Sara, de vrouw van Abraham. Dus het heeft best een hele tijd geduurd voordat ze daar beginnen door te krijgen. Hè? Die vrouwen in ons huis die worden constant zwanger en die horen baby's te baren, daarvoor zijn ze. En nou ineens stopt het helemaal. Geen enkele vrouw wordt zwanger. Dan ga je niet naar de gynaecoloog, je gaat bidden tot je goden. En je zegt, Heer, wat is er aan de hand? Of je bidt tot God als je hem kent. Wat is hier gebeurd? Waarom spreekt u op deze manier tot ons? Wat wilt u ons zeggen? Dus je moet dit eigenlijk lezen aan het begin van het verhaal. Want als Abimelech dan vraagt naar de wil van God, wat betekenen deze dingen, dan komt God bij hem. En zegt, je hebt iets heel groots, iets een grote fout gemaakt. Je weet het zelf niet goed, Abimelech, je hebt het niet in de gaten, het is jouw schuld niet, maar het is wel gebeurd. Je hebt de vrouw van een ander tot jou genomen, alsof je haar zomaar aan jouw harem zou kunnen toevoegen. Tussen twee haakjes, dit is het eerste genezingswonder in de Bijbel. We weten er genoeg te vinden uit de evangeliën. Maar hier in Genesis hebben we het eerste genezingswonder. God geneest deze vrouw. Hij herstelt hun vruchtbaarheid. Zodat ze weer zwanger worden. Want de oorzaak van de plaag is weggenomen. Nogmaals, een vloek komt hier over het huis van Abimelech. Zonder dat Abimelech bewust gezondigd heeft. Of wie dan ook in zijn huis. Dat kan dus. Daarom moeten die dingen ook geopenbaard worden, aan het licht worden gebracht, zodat ze gereinigd kunnen worden, weggedaan kunnen worden, zodat de vloek kan worden weggenomen. En dezelfde man, dat vind ik zo diep, dezelfde man die deze vloek eigenlijk over het huis van Abimelech heeft gebracht, namelijk Gods eigen man, Abraham, is ook degene die voorbeden moet doen. Dat hebben we eerder gezien, die de profeet van God is, de vertegenwoordiger van God.
Als ik het zo heel menselijk mag uitdrukken, God is niet trots op Abraham in deze geschiedenis. Maar hij valt hem niet af. Abraham is de vertegenwoordiger van God op dit moment op aarde en er is er verder geen één ander. En Abraham doet voorbeden. Dat zal hij ook wel met een zekere gêne gedaan hebben. Een voorbeden doen voor Abimelech over iets waarvan diezelfde oorzaak was. Dit is anders, Abraham, dan in Genesis 18, toen hij voorbeden deed voor de mensen van Sodom. Toen stond hij sterk. Hier is hij ook voorbidder. De voorbeden is hetzelfde. Neem de vloek weg, Heere God. Spaar deze mensen. Maar nu is hij zelf de oorzaak van de nadigheid. Wel, dan gaat het ogenblik eindelijk gebeuren. Af en toe kom je gezinnen tegen waar ze al zo lang wachten op een kindje. En ik zei al, daar hebben we nou gelukkig gynaecologen voor. En soms is het een kleinigheid die verholpen kan worden. Maar Abraham is, als hij uit het land vertrekt, al 75. Toen ik 75 was, heb ik dat bijzonder gesproken. Ik heb er ook over gepreekt. Nou ben ik ook 75. Nou begint het leven van Abraham pas. Terwijl normaal voor ons is het dan al redelijk op zijn eindje aan het lopen. Maar dan begint het pas. En dan is hij al lang natuurlijk met Sara getrouwd. En ze hebben de wens, zoals dat bij verreweg de meeste echtparen is, mocht ons nog een kindje geschonken worden. En dan zegt God tegen hem, als hij hem roept met 75, ik zal van jou een groot volk maken. En dan moet hij nog 25 jaar wachten. En bij Isaac later gebeurt hetzelfde. Hij moet 20 jaar wachten voordat de tweeling Jacob en Esau geboren wordt. Dan gaat het ook van een leien dakje. Jacob met zijn vier vrouwen, die kreeg zomaar 12 kinderen. En dat zijn allemaal zonen. En dan hebben we Dina nog en nog ongetwijfeld nog een heel stel dochters. Maar oh, wat duurt dit lang. Oh, wat duurt dit lang. De Heere bezocht Sara. Ik weet niet hoe de NBV 21 dat heeft. De Heere bezocht. Dat is zo'n mooie uitdrukking. Dat woord bezoeken. In het Engels hebben ze dat net zo, visitation. Het woord bezoeken kan heel negatief gebruikt worden in de Bijbel. Dan is het echt een bezoeking. Dat kennen we in onze gewone Nederlandse taal ook wel. Dat komt uit de Bijbelse taal. Als iets een bezoeking is, dan is het heel negatief. Dat is een plaag die over je komt. Maar hier ben je een voorbeeld van het positieve. Het betekent, God keek naar haar om. God bekommerde zich om haar. Hij dacht terug aan zijn belofte. En dat niet in de geest van, oh ja, ik zou het bijna vergeten zeg. Nee, God heeft een planning waarbij zij nou is de tijd gekomen. En in Romeinen 4 zie je ook gedeeltelijk wat daarachter zat. Toen Abraham 75 was, kon hij er nog op rekenen dat dat kind door zijn eigen kracht verwekt zou kunnen worden. Maar we hebben het vorige keer ook al gezien, in Hebreeën 11 wordt dat duidelijk gemaakt. Hier moest de kracht helemaal van God komen. Het waren hun kinderen. Abraham had het kind verwekt bij Sara, maar met de kracht van God. Dus als de menselijke kracht eigenlijk uitgeput is, zoals het staat in Romeinen 4, hij ontdekte dat zijn lichaam afgestorven was. Dat is een krasse uitdrukking. Elke vrouw zo kort na haar 50ste, daar sterft het lichaam af in die zin dat het geen vruchtbaarheid meer heeft en geen kinderen meer kan voortbrengen. En bij een man kan dat nog een tijdje langer duren, maar Abraham ontdekte zo, toen hij over de 90 was, forget it. Oh, zegt de Heere God, nou ben ik in de buurt. Dat vind ik zo bijzonder. Dat doet me denken aan het verhaal van de Heer Jezus, toen ze hem kwamen vertellen. Zie, die u lief hebt is ziek. De Heer Jezus had alle tijd. En de discipelen zeiden, we moeten niet opschieten. Hoe is het dan? En tenslotte zeiden ze, Iris is dat ook zo gegaan, hè? Valt de Heer mij niet verder lastig, want het kind is gestorven. En zelfs de Heer dan zegt zo, nou kan ik aan de beurt komen. Nou ben ik aan de beurt. Zoals bij de dochtertje van Jairus, als ook bij Lazarus in Johannes 11. Nou kan God aan de gang gaan. Hij doet het op zijn tijd. En dat is heel lastig. Je kunt soms heel lang voor iets bidden met in je achterhoofd. Maar als God het gaat verhoren, doet hij dat op zijn tijd. En aangezien ik zijn, mag ik het met eerbied zo zeggen, zijn agenda niet kennen en weet hoe al die dingen in elkaar passen en dat niet kan overzien, kan ik blijven bidden, maar ik weet het gebeurt, als het gebeurt, op zijn tijd. God bezocht Sara.
zoals hij gezegd had. En hij deed aan Sara zoals hij gesproken had. Ze werd zwanger, ze baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter bestemde tijd, waarvan God tot hem gesproken had. Ter bestemde tijd, dat was in Genesis 18. God zegt, nou is het zover, het is bijna zover op de klok, over een jaar komt dat zoontje. Precies op die tijd, daar kwam het. En Abraham noemde de zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, Isaac. Ik blijf dat een verrassende naam vinden, want Isaac betekent gewoon gelach. Yitzchak in het Hebreeuws. Tzachak, dat is het Hebreeuwse werkwoord voor lachen. Nou hebben we al een paar keer gehoord, Abraham lachte in hoofdstuk 17. Sara, dat was het geloof, mag ik aannemen. Hoofdstuk 18, Sara lacht uit ongeloof. Dus net als met het woord bezoeken, lachen is heel dubbelzinnig. God bezoekt jou, ja wat, met plagen of met zegen? En zo met lachen ook, je kunt lachen uit spot. Wat? Je kunt ook lachen van blijdschap. Zoals op Psalm 126, toen de Heer ons liet terugkeren uit de ballingschap, toen lachten wij. Toen lachten wij. Onze mond was vervuld met lachen. Wauw, er komt in Gods wegen met zijn volk, met de zijne, altijd momenten dat ze onbedaarlijk kunnen lachen van vrolijkheid, omdat God zijn woord heeft waargemaakt. We lezen nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus op aarde gelachen heeft, hoewel ik dat ook wat overtrokken vind hoor. Hij zegt in Matthäus 11, we hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. We zoeken mooie dingen aan jullie verteld. We hadden gedacht dat jullie wel een rondedansje zouden maken. Het was echt niet allemaal ernstig hoor. Maar inderdaad, de tijd van lachen moet nog komen. Zoals bij Israël in Psalm 126. Want het gelach is hier allemaal gecentreerd in een zoon. Zozeer dat die zoon zelfs heet gelach. Gelach met CH, hè? Niet hij moet het gelach betalen, dat is dan gelach met een G. Even een klein taalleesje ertussen door. Gelach, hij lacht. Yitzchak lacht. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Dat was in hoofdstuk 17, met de verbondsluiting. Hij was 100 jaar oud toen hem zijn zoon Isaac geboren werd. En Sara zei, God heeft gemaakt dat ik lach. Ieder die het hoort zal om mijnentwil lachen. De prediker zegt, je kunt beter naar een sterfhuis gaan dan naar een huis waar net een kindje geboren is. Want daar wordt wel veel gelachen en er is veel vrolijkheid. Of een plek waar mensen in het huwelijk treden. Maar in een sterfhuis leer je meer. Daar word je meer bepaald bij de dingen van de eeuwigheid. En al dat gelach en al die vrolijkheid in het geboortehuis of in het huwelijkshuis. Ja, oké, dat is waar, prediker, dat is zo. We leren meer van het overlijden van mensen dan van het huwelijk. Maar alsjeblieft, mogen we net als Sara lachen als God bezig is zijn belofte te vervullen. Hier is die zoon. Het heeft 100 jaar geduurd in het leven van Abraham. 25 jaar sinds dat ze in het land gekomen zijn, mogen ze alsjeblieft ook even lachen. Terwijl dit nog lang niet de vervulling is. Dit is nog maar het begin, zeg. Heb je 1 zoontje en God heeft je een groot volk beloofd, zoals de sterren aan de hemel en als het stof, het zandkorreltjes aan de oever van het meer. Maar het begin is er. Het is als dat wolkje van eens mans handen. Vind ik ook zo mooi. Als Elia zijn knecht eruit stuurt. Kijk nog eens, is er al een wolkje te zien? Ja, heel klein wolkje. Als je zo doet, is het precies net zo groot als mijn hand. Elia zegt, dat is oké. Het begin. Alle begin is moeilijk, alle begin is klein. We zijn allemaal, het verbaast me eigenlijk, een beetje naïef wat ik nou ga zeggen, maar het verbaast me nog steeds, dat we allemaal zo begonnen zijn als een speldenknop. Moet je me niet zo verbaasd aankijken, dat wisten jullie toch al, hè? Een speldenknop. Wij verwachten nu ons 3e achterkleinkind. En ik merk dat ik er net zo zenuwachtig van ben, net zo opgewonden als toen mijn eerste kind geboren werd. Dat houdt dus nooit op. Het blijft dat wonder dat uit jouw vrouw en jou, na heel veel jaren natuurlijk, van achterkleinkinderen, het duurt eventjes voordat die komen, dat dit gebeurt, dat dat wonder elke keer doorgaat. Zo
Zo'n klein wonder, zo'n speldenknopje waarvan je niet weet wat zal er uit dat leven groeien. Dan denk je bij hele groten der aarde, waar pa en ma elkaar ooit aangestoten hebben. Ik ben zwanger, het gaat wat gebeuren. En het kind werd geboren, net als alle andere kinderen. En God doet er iets geweldigs mee. Isaac. Want uit Isaac komen die anderen. En daaruit komen weer anderen en weer anderen. En een volk dat vandaag nog steeds bestaat. Dat vind ik zo ongelooflijk. Dat volk Israël, waar Rineke al zulke mooie dingen over gezegd heeft. Hier begint het. Het begint met gelach. En ze zei, wie had aan Abraham durven toezeggen, Sara zoogt kinderen. Je denkt, nou, dat had dan nog wel bespaard kunnen blijven. Dat kind ter wereld brengen is één ding. Maar dat kind ook nog zelf zogen. Ja, ik heb een zoon gebaard in mijn ouderdom. En dan dat conflict dat Abraham ook weer zichzelf op de hals heeft gehaald. Dat conflict tussen Ismaël en Isaac. Het is natuurlijk diep, diep profetisch. Want we hebben daar nog steeds mee te maken met de gevolgen daarvan. Abraham richtte een grote maaltijd aan. Het kind werd gespeend. Dat wil zeggen, het ging van de borst af. En menige moeder is al blij als ze met 3 maanden het kind van de borst af heeft. Maar hier duurde het wel 3 jaar. In het oosten heb je dat nog wel een keer onder de Bedouïnen. Dat zo'n kind als het aan het spelen is en heeft honger even snel naar de moeder gaat om aan de borst te drinken. Het kind wordt gespeend. Wij mannen staan daar niet zo bij stil, maar bij een vrouw wordt het navelstreng wel 5 keer doorgesneden. De eerste keer is het letterlijk gebeurd. Dat is toch een losmaking. Nou is het los van de moeder. De tweede keer als het gespeend wordt, als het van de borst af is. De derde keer als dat kind er alleen op uitgaat met anderen, maar zonder mama. In onze moderne tijd betekent dat als dat kind voor het eerst alleen naar school gaat. En jij het niet meer brengt. De vierde keer had je niet zozeer in het oosten. Als dat kind zelfstandig gaat wonen, dan kan het nog jaren duren voordat het kind getrouwd is. Maar dat is dan de 5e keer. Mijn vrouw huilde bij alle, mag ik wel vertellen, want ze is er toch niet bij. Maar mijn vrouw huilde bij alle kinderen die trouwden. Het was de navelstreng die voor de 5e keer werd doorgesneden. En ik vond het goed, ik vond het mooi. Want je weet ook, mag ik het even zo uitdrukken, je blijft aan die kinderen vastzitten je hele leven. En zij aan jou, ook al zijn ze ver weg. Ook al zijn ze ver weg. En dan komt daar die Ismaël tussendoor. Die zoon van Hagar, die er nooit had mogen zijn, maar die er toch was. Maar denk erom, in hoofdstuk 16 heeft God al bijzondere beloften uitgesproken over Ismaël. Maar Ismaël en Isaac kunnen niet bij elkaar zijn. Hier is het Ismaël die met deze jongen spot. En Abraham vindt dat heel moeilijk. Zonen kunnen ook een zwakte van een man zijn. Hè? Je ziet dat later bij Isaac. Esau had hij een zwak voor. Hij had liever Esau willen zegen dan Jacob. Dat is als je je eigen natuurlijke gevoelens volgt. En zo is het hier ook. Hij hield van Ismaël. Natuurlijk, dat was zijn eerste zoon. En die jongen was hier al 1 jaar of 13. En Sara spreekt een waar woord. Je zou kunnen zeggen, ja, zo gaat het belang. Haar zoon moest de eerste plaats krijgen, dat was ook zo. Maar Abraham heeft daar moeite mee. En dan zegt God tegen hem wat hij tegen elke getrouwde man wel eens zegt. Luister naar Sara, je vrouw. Ik zie maar een paar mannen knikken, maar het is toch echt waar. Luister naar Sara, je vrouw. Soms luisterde hij naar Sara, zijn vrouw, het was niet goed. Toen zei ze, neem toch Hagar, dat was niet goed. Dus de hele kunst van een gelukkig huwelijk bestaat daaruit dat je weet wanneer je wel naar je vrouw moet luisteren en wanneer je niet naar je vrouw moet luisteren. Luister naar Sara, je vrouw, en alles wat ze tot je zegt. Want dit keer heeft ze schoon gelijk. Ze heeft gelijk. De twee kunnen niet samen. Als we nog een heleboel tijd hadden, dat hebben we niet, dan zou ik Galaten 4 hierbij halen. Waar je die twee tegenover elkaar ziet staan. Sara en Hagar. De vrije en de slavin. Het mooie is, sommige mensen zijn een beetje bang voor typologie. Hè, voor het zien van allerlei typen voorafschaduwingen.
En die willen dan hoogstens accepteren wat aan het Nieuwe Testament zelf als type wordt aangeduid. Maar Paulus zegt in Galaten 4, luisteren jullie dan niet naar de Torah? Dit hadden jullie toch zelf moeten zien, dat Sara en Hagar twee bestellen, zogezegd, twee orders, order of things. Ja, bestellen is een raar woord, maar het is wel eigenlijk het duidelijkste voorstellen. Het een is dat van de wet en het andere is dat van de genade. Die twee kunnen niet samen. Mensen die leven onder en uit de wet, die leven niet vanuit de genade. Dat kan niet samen gaan. Dat is een hele avond om dat helemaal uit te leggen. En als je het nou al wil weten, moet je straks maar nog vragen. Maar ze moeten uit elkaar. En Sara heeft het dit keer bij het rechte eind. En toen ze hem Hagar aanbeval, had ze het bij het verkeerde eind. Luister naar Sara, want ze heeft nu gelijk. De volgende ochtend vroeg, dat is alweer mooi bij Abraham, maar hij laat er ook geen gras over groeien. De volgende keer, als ik 22, zullen we dat ook zien. De Heer zegt, ga je zoon offeren. En 's morgens vroeg staat hij op. Niet van uitstel. Des morgens vroeg staat hij op. En hij geeft het eten mee aan Hagar en die kinderen. En dan gaan ze samen erop uit. Ze dwalen door de woestijn van Beerseba. Een van de rabbijnen schreef, als hij nou gewoon rechtuit was gegaan, had hij makkelijk met het water dat ze had, dat ze makkelijk in Beerseba kunnen aankomen. Ze zwerft rond, want ze heeft geen doel. Ze weet niet waar ze heen moet. Ze weet alleen maar één ding. Abraham, die wil ons niet meer hebben, we kunnen niet bij hem blijven. En dan tenslotte legt ze dat kind, toch nog een jaar of 13 al, onder een van de struiken. En dan gaat ze zitten kijken. Ik kan het sterven van het kind niet aanzien. En God hoorde de stem van de jongen. Dat is mooi, hè? Er staat niet, hij hoorde de stem van Hagar. Net als hij gedacht, Abraham, en daarom spaarde hij Lot. Hij hoorde de jongen, en daarom luisterde hij naar Hagar. Want God heeft voor het Ismaël een heel bijzonder plan. We komen daar later misschien nog wel eens, nou dat weet ik ook niet. Want het is toch, het voert allemaal wel ver. Maar Ismaël heeft een heel bijzondere plaats in het boek Genesis. Van Ismaël lezen we dingen die je van niemand anders leest, behalve van de aartsvaders. Daar lezen ze ook van. Bijvoorbeeld hoe oud ze waren toen ze stierven. Dat ze vergaderd werden tot hun voorgeslacht. God heeft heel bijzondere dingen over Ismaël. Ismaël is aan de ene kant een beeld van Israël naar het vlees. Bestaat uit 12 stamvaders, net als Israël. Heel vaak is Israël Ismaël geweest, geestelijk gesproken. Het is Israël van nature, niet het geestelijk Israël. Maar daar zouden we nog dieper op gelaten 4 moeten ingaan. Hij luisterde en hij zegt, wat is er aan de hand, Hagar? Vrees niet. God heeft naar de stem van de jongen gehoord. Daar waar hij is. God kijkt niet meteen naar al de hele toekomst van Ismaël. En wat voor een kerel het zou worden. Een woudezel van een mens. Met alle risico's van dien. Met alle gevaren, met alle overtredingen. Hij kijkt naar de situatie waarin hij nu is. Terwijl hij alles weet van deze Ismaël. Daar waar hij nu is, is hij in nood. En dan zegt hij, sta op. Neem die jongen op. Houd hem vast, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Het is dezelfde taal die gebruikt God voor Israël. En dan ziet ze daar een waterput en ze gaat het water halen voor de jongen. En God was met de jongen. Dat is heel bijzonder, zoals hij over Israël spreekt. Zo zou je normaal dat alleen van de aartsvaders verwachten. God was met de jongen en groeide op. Hij ging in de woestijn wonen, werd een boogschutter, een vechter, geen schaapherder. Dat is alweer meteen een fijnzinnig verschil, hè? Tussen de boogschutter en de herder. En hij ging, zijn moeder nam voor hem een vrouw uit het land Egypte, want daar kwam ze zelf vandaan. Nou, wij weten, niet alle moslims stammen van Ismaël af, maar de moslims zelf hebben van Ismaël een heel grote figuur gemaakt voor hun eigen leven, voor hun eigen godsdienst. Er zit een hoop van Egypte in Ismaël, maar ook zijn nakomelingen woonden in het Arabisch Schiereiland, waar de islam wortel geschoten heeft. Een godsdienst, we noemen dat een abrahamitische godsdienst. Het is zo dichtbij. En tegelijkertijd zo ver weg geestelijk. Zo dichtbij, zoals Ismaël en Isaac. En tegelijkertijd zo ver weg. Ik moet u nog een paar dingen zeggen over die nieuwe ontmoeting tussen Abraham en Abimelech. Dat is een afsluiting van het eerste gedeelte van de geschiedenis van Abraham. Want in 22 vers 1 staat, na deze dingen gebeurde het.
Het is een nieuw begin. Er is weer een ontmoeting met Abimelech, die we al eerder net zijn tegengekomen. God is met u, zegt hij tegen Abraham, in alles wat u doet. Maar hij vertrouwt hem toch nog niet. Dat heb je als je eenmaal tegen iemand gelogen hebt. Dan vertrouw je hem ook niet meer zo goed. Dan weet je niet wat goed, wat heb ik nou aan hem. Dus hij vleit hem, God is met jou, maar kan ik op jou aan? God is met u. Nu dan zweer mij toch hier bij God dat u niet bedriegelijk met mij zult handelen. Ook niet met mijn nakomelingschap. Naar de vriendschap die ik u betoond heb, moet u met mij en het land waarin u woont als gast vertoeft behandelen. Ik zweer het, zegt Abraham. Maar tegelijkertijd heeft hij ruzie over de waterput. Daar zouden we ook heel avond over kunnen praten, over de waterputten in Genesis. Alle aartsvaders hebben daarmee te maken. Hoofdstuk 26, dat is eigenlijk het hoofdstuk uit de geschiedenis van Isaac. Waar gaat het over? Waterputten. Jacob, waar ontmoet hij Rachel? Bij de waterput. Jozef, wat heeft hij met de waterput te maken? Hij wordt erin gegooid. Gelukkig zat er geen water in. Maar waar, daar moet u zelf maar eens over nadenken. Wat is nou de zin daarvan? Dat in elk van die verhalen de put zo belangrijk is. En dat is vooral natuurlijk heel simpel in de eerste plaats. In het woestijnland is dat je redding. Wij openen een kraan en er komt water uit. In het woestijnland is die put of die putten die daar zijn van levensbelang. Letterlijk voor jou en voor je vee. En ook voor je vee, dat is ook voor jou belangrijk. Want als je geen vee meer had, ben je ook weg. Dus kom niet aan mijn putten. Dus ze hebben elkaar het een en ander te verwijten. En dan zeggen ze, weet je wat? Laten we een verbond sluiten. Piet ook gedaan heeft, we zoeken het uit. Laten wij nou een verbond sluiten met elkaar. Abraham sprak ook met heel groot respect over de mannen van Mamre. En dat was een goede zaak. Je moet niet bang zijn om goede relaties te hebben met je ongelovige buren, met je ongelovige collega's. Je sluit geen vriendschappen zoals je het alleen met een medechristen kan doen. Maar je hoeft niet bang te zijn om een goede band met ze te hebben. Je ziet dat hier bij Abimelech. Laten we samen een verbond sluiten. Abraham neemt dan die schapen en die runderen en dan sluiten ze een verbond. En dan zet hij die zeven lammeren apart. Dan moet u even weten, ja, dat is zo eenmaal met vertalingen, dat het woord, die naam van dat plekje waar ze zijn, dat gaat vanaf hier, gaat dat Beersheba heten, Beersheba. Beer is het Hebreeuwse woord voor bron of put. En Sheva heeft twee betekenissen. Zeven en eet. In eetswering. En die vind je allebei die betekenissen hier. Het is een soort woordspeling. Die zeven lammeren, dat is dus Sheva. Dat is het getal voor deze lammeren. Maar ook, laten we samen hier een eet zweren. Vers 31. Dat hebben ze ook gedaan. Dat is ook Sheva. Die zeven lammeren zijn een soort getuigenis. Zoals je samen een contract opstelt en ondertekent en opbergt, dat is een getuigenis van wat er gebeurd is. Dat mag niet alleen maar mondeling zijn. En die zeven lammeren zijn dat ook. We hebben een verbond met elkaar. Wij vallen elkaar niet meer lastig. Jij hoort niet bij Gods volk, dat zegt Abraham niet, maar dat denkt hij. En Abraham is dat wel. Dat is ook een opdracht voor het volk Israël, voor de staat Israël. Er komt altijd heel veel kritiek op Israël. Of ze dat wel goed doen naar hun buren toe, naar de Palestijnen, maar ook naar de andere omliggende volkeren. Wij hebben natuurlijk allemaal de neiging om Israël te verdedigen. En dat is niet altijd terecht. Israël maakt daarin fouten. En omgekeerd overdrijft men die fouten dan ook wel weer eens heel enorm. En daarmee Israël zwart te maken. De waarheid ligt ergens in het midden. Ik heb daar zelf ook daar de voorbeelden van gezien. Heel erg begrijpelijk als menselijk. Maar het is belangrijk om goede relaties te hebben met je buren. Het zou best kunnen zijn dat hier die mensen zitten die dat net even nodig hebben. Omdat ze geen goede relatie hebben met hun buren. Kijk, dan wordt het toch een beetje profetisch. Want als dat zo is, mag je je nooit verschuilen achter de gedachte, ja, wij zijn christen, dus die buren besnappen het sowieso niet. En je kijkt een beetje op ze neer. Nee, Abraham heeft die zeven lammeren apart. Wat betekenen die zeven lammeren? Die betekenen, we hebben een band. We gaan elkaar niet lastigvallen, we gaan elkaar steunen als goede buren. En dat is mooi, Abimelech vertegenwoordigt hij eigenlijk al die volkeren. Dan ga ik in gedachten Genesis 22 er al bij halen.
Waar is het land en brandoffer? God zelf zal zich het land en brandoffer voorzien. Dat is niet alleen maar voor uw en mijn zonde. Dat is omdat God uiteindelijk heel deze wereld, ook deze hele mensenwereld wil herstellen. Niet dat alle mensen tot geloof komen, maar wel dat God deze wereld als geheel gaat herstellen. Hij heeft niet alleen maar uw en mijn behoudenis op het oog. God heeft deze wereld op het oog. En daar hoort ook Abimelech bij. Denk erom, Abimelech heeft een droom gehad van de Heere God. En hij wist meteen dat het de Heere God was. Hij noemde hem niet Heere, dat is de verbondsnaam. Maar hij spreekt met God op een vertrouwelijke wijze. Dat hebben we aan het begin van het vorige hoofdstuk gezien. Onderschat mensen nooit. Ook je ongelovige buren niet. En kijk nooit op ze neer. Want je weet niet wat God voor heimelijke relaties heeft en voor heimelijke plannen met jouw buren. Behandel ze als schepselen van God. Het enige wat jij hoeft te doen en wat ik hoef te doen, dat is zijn liefde uit te stralen. Uw vriendelijkheid, uw genegenheid, uw welwillendheid zijn aan alle mensen bekend. En alle mensen, dat zijn niet de mensen in Vuurland en in Mongolië, dat zijn je buren en je collega's. Het allerbelangrijkste wat ze in eerste instantie van jou moeten weten is niet wat jij gelooft, dat is heel moeilijk uit te leggen, maar dat jij een mens bent die iets van de goedheid van God uitstraalt. Dat kan het eerste zijn waardoor mensen worden aangesproken. Ik eindig met mijn goede vriend daar in Amerika, die gewoon op zijn strandstoel lag. In het zonnetje, en daar kwam iemand heen langs en die draaide zich om en die liep er weer langs. En voor de derde keer, en zei, mag ik u iets vragen? Jazeker, zei hij. Hij zei, waarom straalt u zo? Hij zei, omdat ik bij de Heer Jezus hoor. En hup, hij vertelde hem het evangelie. En die man kwam ter plekke tot geloof. Waarom? Omdat deze man iets uitstraalde. Dat is het allereerste begin. Uitstraalde van wie Christus is en wie God is. Abraham eindigt hier met goede relaties met de mensen om hem heen. Hij heeft Abimelech het in orde gemaakt. Hij heeft zijn zoon, de oudste zoon, weggestuurd. Daar is zijn vrouw, Sarah, daar is Isaac. Het is goed. Het is goed om hem heen. Waarom is dit zo belangrijk? Dat gaat u de volgende keer horen. Na deze dingen gebeurt er iets dat zo belangrijk is, dat in tegenstelling tot vanavond, waar we 2,5 hoofdstukken besproken hebben, wij een hele avond voor dat hoofdstuk nodig hebben. God zegene zijn woord.